erg leuke soort om naar te kijken. Jammer dat hij zo zeldzaam is. Vandaag is tweede Pinksterdag, maandag. Het is aan het einde van de middag en ik ben nog even in het Lauwersmeer om daar nog even een rondje te doen. Er zijn weer interessante soorten gezien. Aan de Groningse kant bijvoorbeeld een gestreepte strandloper. En ook kwam er een melding van een hybride bergeend kirkasarka. Lijkt me ook wel interessant. Het enige probleem is aan de Groningse kant heb je nu tegenlicht. Dus niet het beste moment om daar nu te gaan filmen. Aan de Friese kant zit er ook nog een terekruiter, een zwarte ibis, een breedbek strandloper en een kleine topper. Dat is allemaal leuke soorten om ook even te gaan filmen. Dus daar heb je het licht nu mooi in de rug. Dus ik ga zo die kant op. Ik ben eerst nog even bij het Ouropengat. De eerder gemelde gestreepte strandloper kan ik nog niet vinden. Zou in een plasje moeten zitten vlak langs de weg, maar misschien is die inmiddels ook weer opgevlogen, zit die ergens anders. Aan de andere kant zat nog wel een wit gatje. En dat check ik altijd of het geen Amerikaanse bosruiter is. Ik viel deze vogel in eerste instantie op doordat hij wat klein en slank leek. Maar hij zit ook vrij ver weg. Ik viel ook wel op dat hij een behoorlijk aanwezige oogring had. Maar bij beter bestuderen is het toch gewoon een wit gat. De vogel forageert veel door met zijn staart te wippen. Nou is dat volgens mij typisch voor witgat. Ik weet niet of Amerikaanse bosruiter dat doet. Filmpjes die ik wel eens bekeken heb, zie ik dat in ieder geval niet. En wat verder opvalt is dat de vogel niet een hele lange handpepprojectie heeft. Door de afstand was het nog even lastig te beoordelen hoe lang de teutjes nou echt zijn. Maar bij lang bestuderen blijken die toch wel redelijk lang te zijn, waardoor een korte handpepprojectie overblijft. En ook is de bovenzijde bijna volledig bruin. Zonder witte vlekken. Je zou voor een Amerikaanse bosruiter toch zeker wat meer vlekken verwachten. Dus toch weer gewoon een wit gat. Ooit gaat die Amerikaanse bosruiter dus lukken. Het is nog een soort die ontbreekt op de lijst van de steltlopers in het Lauwersmeer. Een andere soort waar denk ik wel overheen wordt gekeken in Noordwest-Europa is de kleine korteenleeuwerik. Die lijkt een stuk meer op de veldleeuwerik dan de gewone korteenleeuwerik. Die heeft een ongestreept buik en is ook meer zandkleurig, als je hem zo gewoon over het veld ziet lopen. Kijk, in vlucht is het een ander verhaal. Dan hebben we bij de korteenleeuweriken geen witte achterhand aan de vleugel. En ook hebben ze een kortere, rollender roep dan de veldleeuwerik. Maar als je zo'n vogel over het veld ziet scharrelen, en een ongestreepte borst is dan de korteenleeuwerik. Maar de kleine die heeft ook een gestreepte borst, net als de veldleeuwerik. Kenmerken waar ik dan op let zijn de handpenprojectie en de snavel. Kleine korteenleeuwerik heeft echt bijna een vinkensnavel, volledig licht gekleurd. De veldleeuwerik die heeft toch een wat langere, spitsere snavel. En de veldleeuwerik die heeft een langere handpenprojectie dan de kleine korteenleeuwerik. Dus dit is gewoon een mooie veldleeuwerik. Als je naar het uitkijkpunt van de Ezomerkeeg Noord rijdt, kom je in de linkerhand eerst nog een klaphekje tegen. En dat is eigenlijk een plek waar ik nooit heen ga. Maar doordat de Ezomerkeeg nu aan de andere kant van de weg ook onder water is gezet, wordt het wat interessanter. En de afgelopen dagen zat hier dan ook een zwarte ibis. Ze mogen hem wel gezien voor 11 uur. Nou, op de foto staat hij vliegend, daarna is hij ook niet meer gemeld. En ik kan hem ook hier in het gebied niet meer vinden. Nou, wellicht kom ik hem later nog tegen. Maar vooralsnog gaat het niet helemaal zoals gepland. Twee van de twee targets gedipt. Kijken of ik straks wel de terekruiter kan vinden. Wat een heerlijke vogel, die terekruiter. Met die voor een ruiter korte pootjes en dan die lange opgewipte snavel en het voorover gebogen forageren. Erg leuke soort om naar te kijken. Jammer dat die zo zeldzaam is. Het overwinteringsgebied strekt zich uit vanaf de kust van Namibië in Zuidwest-Afrika
langs de gehele kust van de Indische Oceaan tot en met de kusten van Australië. De soort broedt met name in Rusland. Een paar dagen later, op de terugweg van het werk, kwam ik langs Kampen, waar ook al een paar dagen een tere kruiter werd gezien. En na wat geduld liet deze zich gelukkig van wat dichterbij bekijken. Ik sprak net Rommert en David hier bij de Ezemokeeg Noord. Die waren eerder al bij de Bochjesplaat geweest. En die hadden de kleine toppen zien langsvliegen. Nou, ik ben benieuwd of die er nog zit. Ze hadden de Breedbeek strandloper er ook. En ze zeiden dat het ramvol zat met vogels. Dus ik ben benieuwd. Ga daar nu maar eens even kijken. En inderdaad, de kleine topper zat er niet meer tussen, al zou die later die week nog wel gezien worden. Wel zat er nog mooi vooraan deze groenpootruiter. En ook zag ik deze smint die nogal een slechte dag leek te hebben. En verder waren ook alweer de eerste karsarka's aanwezig. Die mooie rood-oranje eend met die witte kop. En uiteindelijk lukte het na veel verwoede pogingen toch nog om de Breedbeek strandloper te filmen.